Simon en Mark zitten in een kelder in het centrum van Brussel, buiten Waite Wind. White the Wind, ja. En de oorlog in Oekraïne. En nu kan ik het pas lezen. Ik wilde dit gesprek beginnen met het idee dat ik met je te melden dat ik de laatste twee jaar, dus vanaf COVID tot vorige week, zeer onder de indruk ben van je boxje archivarissen. Ik vind dat dat met iets te stille trom gereleased is destijds, want ik vind dat een heel belangrijke plaat om, om jou en je muziek te begrijpen. Nu weet ik ook dat jij wel anders te doen hebt dan iedere dag Archivaris te luisteren, die al vijf jaar uit is trouwens. Maar mijn vraag om concreet te zijn is wat heb je met terugkijken naar je vroeger werk? Hoe beschouw je wat er voor u ligt nog en wat er achter u ligt? Hoe, hoe kijk je daarnaar? Ik kan er wel een beetje op antwoorden, omdat ik die gevoelens ook had toen ik het samenstelde. Ik zie vooral, ik vergeet makkelijk dat ik vijf sukkeljaren heb gehad al voor eens door te breken. Die doorbraak betekende wereldberoemd in Vlaanderen en zelfs een beetje in Nederland. En dat zie ik als één een periode waarin we meegezogen werden door het succes dat we dan uiteindelijk hadden. En dat beschouw ik als werken, werken in één stijl. Maar terwijl ik het zeg, betrap ik mij erop dat dat niet klopt, want zo'n LP als Ethisch Reveil is toch wel anders dan een LP, uh, de live LP, camille in, in België. Mee. Maar het geluid dat we produceerden. en dan zie ik gewoon die figuren voor me, die ze Remo in de centimeters noemen. Ik. ik nu, momenteel visualiseer ik het, maar het, is, het gaat over geluid. Dat is één bepaald type geluid. En ik schrik ook, door dat terug te horen toen ik het uh, samenstelde voor die archivaris, hoe snel alles gespeeld wordt. Mm. En dat is natuurlijk het, het syndroom van alle jonge groepen. <laughs> Ze spelen alle nummers nog, nog eens twee keer zo snel dan de versie, Als het over live-opnames live gaat, en het zijn veel live-opnames, denk ik, ja. die eerste cd. En dan hoor ik zelf, hoe ik daarna meer, begin te zoeken in wat er allemaal kan in de wereld van de muziek. Ondertussen natuurlijk mijn soort teksten uh, voortbrengend. Maar heb je thuis zo'n rek met, met je oeuvre op? Kan je visueel zien wat je al gedaan hebt? Nee, dat, dat niet. Want dat is indrukwekkend hoor. Bij dat <laughs> nee, met <bij> dat <laughs> ja. boksje is dat doosje hè. Maar ik heb alles van jou denk ik. Er zijn misschien een paar dingen die ik nooit weet, dat bestaan maar als je dat naast elkaar zit, is dat veel hoor. Dus je hebt veel artiesten, zelfs grote artiesten het buitenlandse, waar je 4-5 centimeter van hebt. Maar bij u is dat zo. Je, je hebt altijd ik, maar gewerkt. Ik, ik zie dat wel, wel terug. Zo zie ik dat, zo heb ik het nog niet meer ervaren, maar ik merk het wel bij het live repertoire, dat ik te danken heb aan de onwaarschijnlijke muzikanten met welke ik momenteel werk. En die me de kans hebben gegeven om alles te spelen wat ik eigenlijk nog op de moeite waard vind mm -hmm. uit het repertoire. En dan sta ik wel eens te kijken dat, uh, dat ik het a 4tje moet omdraaien om ja. de rest van mijn... Ja, maar ik vind het doen. ook belangrijk om, om een beetje gelijk te strekken waar we beginnen. Je hebt Londen... On, allee, de mensen hebben daar niks aan te weten dat wij vrienden zijn. Dat ik heel bewonder. Maar ik ben ook een landbewoner mensen die veel muziek... ...fantastisch vindt, maar ook veel muziek niet fantastisch. Daar zijn en... je bekend om. Man. Dat is nog de vriendelijke manier vandaag. <laughs> en als ik dan naar je repertoire luister... ...wat ik vaak doe... ...maar niet, op de, niet dat ik zeg... ...ik ga vandaag platen van Raymond opzetten. Ik heb gewoon zo'n dagen... ...dat ik heel dag muziek luister. Dat ik niet werk of dat ik op mijn iTunes, iTunes... ...lijsten maak terwijl ik schrijf. En daar komt je veel in voor. En dan voelt je ook een heel grote variëteit... Maar ik wilde eigenlijk uw eigen punten weten van, van, heb je het goed gedaan? Ah, ik, heb, ik vind dat ik het goed gedaan heb in die zin dat ik nooit ben gaan terugvallen op een formule die ik beheerste. Enfin, ik was niet bang om, om eventueel uh, succes te mislopen. Enfin, dat is sowieso een probleem hoor. Als je jezelf blijft herhalen, riskeer je je succes ja. te verliezen. En als je altijd maar verderop gaat, maar toen ik... dan riskeer je ook veel publiek kwijt te raken. Maar, maar ik ben blij met het feit dat ik eigenlijk altijd zeer veel zin heb om iets te maken. Allee, dat is ook niet juist. Ik, ik zie de mogelijkheden. Ja, maar toen ik je de laatste keer hier zag, met die dansende meisjes, een jaar of twee geleden... Ja. ja. Toen uh, was ik met een vriend en we zeiden achteraf: Je ja, had twintig nummers gespeeld, denk ik. Maar je had er even goed twintig anderen kunnen spelen. Ja, maar dat is. dat is Dan dat, vind ik zelf, dat een heel rijk. Dat vind ik, ja, ik zie het als een probleem. <laughs> nee, dat is ongelooflijk. Want sommigen moeten uitpersen, spelen hun eerste hit altijd in het begin, om de mensen gewoon rust te stellen. Dan spelen ze een paar liedjes, een paar minder, een paar nieuwe. En dan met de bis spelen ze terug in de eerste hit. Maar ik moet ook zoeken van de voorgebruiken hoor. Om ja, ja, de spanningsboog ja, ja, in orde te houden met het publiek. Want je kunt niet. Die mensen... En ik leer ook de plekken kennen. Als... Op een festivalweide moet ik er meer zitten. Ja. in een cultureel centrum. Reken ik op. Het publiek dat ze. En op Zuigerfesten, nou, ze vallen boven de muziek. Dat ze ook wel eens naar het toneel gaan kijken. Dus dat ja. ze wel iets kunnen opvangen wat, wat ze nog nooit gehoord hebben. Ja. Voor we aan. Ik beginnen nog een vraag. Toen ik de eerste keer bij jou thuis kwam, dat is 50 jaar geleden of meer. ben je dan het ik denk dat dat 1969 was. Dat is weer een 50 jaar geleden. <laughs> Toen stonden op uw schouw hoe ze van. Randy Younger, ja? die eerste plaat. Ja, die eerste, die koester ik nog enorm warmte. En dan denk ik Ram Parsons of de Flying Ritter Brothers. Ja, dat zal Grand Parsons, hoe wel? je ja, had ook iets van de Beatles, maar ik weet niet meer welke. Dat kan niet anders, hè? Ja, maar ik denk Rubber Soul of zo, maar een plaat die hm. ik zelf niet had. Ik was jaloers dat jij ze had. Hm. Mijn platen waren verschrikkelijk duur vroeger, hè? Maar, ja, ik heb iets ja, verloren van die 100 franken. Ja, nee, maar... Dat is, het gaat niet over mij hier, maar ik had een echt probleem met het feit dat ik ongeveer 20 à 30, soms 50, vrij zondags geld had. Uh, en dat platen, uh. dat ik vijf weken moest sparen om een plaat te kopen. Ja, dat herken ik wel. En uh, dat, dat maakte natuurlijk ook dat ik die plaat enorm koesterde, want ik heb die nog allemaal. Die eerste ja, 50 ja, ja, ja. dat ik gekocht heb. Dat was altijd arbeid. ik weet niet waar ik daar betraagde. Ja, ja, ik kan dat ook. Gekocht. En als ik zo een zie, een initiale, dan weet ik dat ik dat toen ja, deed. Ja. <laughs> dus mijn vraag is, want we hebben toen niet lang gepraat, ik was een piepjonge journalist. En uh, was je zelf daar aan het vormen met die dingen? Of was dat puur voor de lol dat je die platen had? Ah, ik was enthousiast uh, bij kennismaking. Bij de, je kon platen halverlijks beluisteren in, in de winkels. En dan, uh, dat bleef maar duren tot ik toegang had tot de discotheek van uh, de toenmalige BRT. En toen dacht ik even dat ik in het paradijs was beland, omdat ik de, de, gelijk wel mocht lenen. Ah ja, omdat maar dan het, dan een het, het tegenovergestelde manen. effect heb ik dan bekomen dat ik blasé werd binnen de kortste keren. Dat de, de magie van de plaats ging verloren omdat ik er ja. niks meer van moest Maar dat het Randy Newman in Grand Brussels is, is geen toeval. Ja, ja, maar de, de Randy Newman was op radar. En zeker Wim Noodhoek, had in het blad Hitweek of Aloha ja, heb... in Holland geschreven dat hij het intrigerend vond, maar dat hij moeite had met die orkestraties. En ik las er vooral in dat het een hele originele manier was voor een popartiest om nog eens met groot orkest te werken. Ja. En ik stond in een winkel in Brussel. Deed de binnenhoes uit de buitenhoes en zag de teksten staan, waarin die nu dat en hij dacht: ja, hallo. Ah, ja, Dat, ja, zie, dat zijn fantastische Ja, dan dacht ik: ja, dat moet ik hebben. En dan hoorde ik die plaats, ik dacht: ongelooflijk hoe die daarmee omgaat. Gaat met ook, de kleuren van het orkest. Ja, dat En laat ik de pest in, omdat dat niet verkocht. En dan dacht ik: wat zijn die popmensen toch? <laughs> ja. Paardenbrillen, want alleen als je. Je kunt met een rood orkest en alles doen. Dat is altijd hetzelfde. Je kunt er brol mee maken. Je kunt er uh, maar iets fijn mee de maken. Hij had, had dat verschrikkelijk in zijn vingers. Hij heeft wel songs ook gemaakt om te tonen. Ik kan het ook zonder iets. Maar ik denk dat het ook onder druk was van de producer en van de, Warwick, de ja. firma. Van, ja, dit verkoop niet. Kun je kunt niet uw liedjes doen. <laughs> ja, <laughs> en een drummer en een bassist was iedereen op juist dat juist moment. Op je schouw stond ook right Cooter. Ja, de, de Purple die Valley. Ja. Mooie die plaat die ja. opgegaan met je camion. Ja, ja. Dus ik bedoel... Was dat bewust, misschien niet, maar was je toen uw smaak aan het vormen of had je die al? Ik had hem en ik liet me leiden. Wat ik meestal voor me zie, dat ik me wel liet leiden door die reeds genoemde weekbladen uit Holland. Ja. En ik had ook al. Er is een tijd geweest dat in Nederland voor was op Vlaanderen. Ik ja. denk dat ik in verleden tijd mag spreken. Ja, ja. En daar ging ik naar de concerto in Amsterdam waar je ook lang mocht luisteren naar platen. En daar uh, ook op basis van besprekingen uh, luisterde ik wat af. Ik herinner me vooral een fase dat ik zak had voor één LP, <laughs> dat ik de eerste LP van Pink Floyd beluisterde met de dus Sid Barrett er nog bij. Ja. En de eerste van The Velvet Underground. Toen en ik weet al, nog altijd dat ik tegen mezelf zei. Daar ben ik nog niet klaar voor, voor die Velvet daar waren die geluiden met John Keel John die, ja, die uh... begonnen krast en die drone-achtige nummers. Ja. En Pink Floyd kon ik wel aan en dan kocht ik die. Gelijk lang geleden dat jongen hè? maar... Ja, ja maar daarom, ik denk dat alles mag. Ik geloof wel, ik, ik, ik heb ook een stukje, maar niet als muzikant, die tijd meegemaakt en gevoelde van alles bloeien zo hè? Hoe kwam jij dan vanuit... Wat je nu net noemt, hoe kwam jij naar Louis Z toe? Wat was? was dat een doel? Of kwam de naam Louis Z eerst? Of kwam... Nee, 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 dat was eerst een groep. En achteraf bekeken zie ik dat ik beïnvloed was door de toenmalige manager. Die dweepte met die glam rock en David, met name David Bowie. Ah, ja. Mij overviel wel een beetje, die, uh, de, de belangrijkheid van dat is, is fenomeen. de u toenmalige manager Bolivar? Hm? Nee, 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 nou? uh, Lieve van den Broek. Lieve van den Broek, ja, ja. En. Die wil graag à la mode willen zijn. Ja, ja, maar hij heeft me ook geholpen door God, mijn Transformer in mijn maag te splitsen. En daar Plastische was ik zeer gelukkig mee. Want dat maakte Louis Reed op dat moment voor mij toegankelijk. En dan had ik alles tegelijk. Dat was ook voor mij, ik het kan weten, zeer goed geproduceerd. Die, ja. die blaadje die klinkt ja. nu nog fantastisch. Ja, dat klopt. En, en, Een beetje uh, dun, maar dat is... Uh, en ook wat erin gezegd wordt, dat, uh, dat, dat komt dan in het gewone taalgebruik. Ik hoorde dus in de supermarkt zo'n kind van 12 jaar zeggen: I hit you with a flower. Ah, ja, ja. En dan denk je, ja, ja, ja. veel kinderen van 12 jaar doen dat niet, ik. Dus Nee, het... maar nu doe ik me denken aan Frank van der Hals, die van zijn dochter zei. Alleen hij zei dat hij het horen dat zijn dochter in navolging van Nirvana Rape Me stond te brullen. Ja. <laughs> maar dus, die broerige die maanden, of dat ben ik vergeten, want die kende nu al een beetje via Johan Vermin en via familie Mentes ja, dat ja. moeten de mensen die weten, dat is niet voor de podcast. Ik. Maar ik wist wel dat jij mee bezig was, dat voelde ik wel niet. Ik... ik was al begeleider van vermindering. Ja, dat ja, nou, weet ik. Ja. Maar ik, dat optreden daar in, in Molenbeek, ja. daar viel je enorm op. Ja, ja, dat is door jou beschreven ook. Ja, maar deed je dat toch wel, of was dat wat gevoeliger? Dat was wat ik voelde, want ik deed er niet om, om, om licht weg te halen van Johan. Dat is puur enthousiasme. Achteraf weleens? heb je beseft, Ja, wat, ja, ja maar <laughs> dat is de opgaan in wat je voorgangers deden. Hè? Dat we Pieter Townsend waren. Ja, ja. Johan gaf mij het gevoel van dat, dat we in een groep speelden, omdat hij mij delegeerde wel veel naar mij. Ja, en dan met en, Frans Evers. En dan had de, ik niet door dat ik uh, af en toe stokken in zijn wielen nee, deed. Voor we dat verleden afsluiten, wat dacht je toen? Dacht je, ik sta hier maar even, ik ga niet in mijn leven begeleiden van Jan Verminde worden? Of dacht je... Nee, ik was gewoon blij dat het dat allemaal gebeurde. <laughs> wanneer... En had ook wel speciale gevoelens wanneer we als bestnummer van dat Dakka speelden. Ah, ja. Omdat dat net nog een tandje anders was dan uh, de rockversie van zijn chansons. Ja. Dat je de intensiteit van kolen al Ja, de, de, de lichtheid erin. De, en ja de reactie van het publiek ook. Hè. De, ja. Dan doet het er niet meer toe. Dan mag het lichaam meer in actie schieten. Maar misschien omdat ze plotsel inderdaad een perfecte zon. Dat vond ik maar half. Dat is het type muziek dat me zo uh, blij nee, maakt. Ik, ik wist niet dat verstond, ook in het Nederlands. Hè. Mijn oudste broer, helaas overleden, die had die bij op een dagje single. Die komt van dat takaf. Ja, mijn onkel had dat ook. En voor ons huis. was dat dus, ja, een soort ervaring. De, ja. de schellen die van je overvallen. Ja, het is. Want mijn broer was zo'n levendig zei dat dat een Congolees nummer was. <laughs> en, en dat dat eigenlijk even komt van dat dakje. <laughs> ik geloofde dat. <laughs> dat... Dat was mijn kennismaking met Rhythm and Blues. Hè? Maar ik, inderdaad, ik ah. zag daar ook iets anders. Ah. Nu, we gaan er vandaag. Als je aan zo'n egoïst begint, maak je dan een zo soort. Zoals het liedje Proper Maak je dan een soort. We doen of we het opnieuw uitvinden. Of, of zet je zelf stappen verder van te zeggen. Op spelen heb ik een liedje gedaan dat een beetje dit aankondigt. Of uh, ik wil eens wat ik ooit willen zeggen heb in. Uh, je hebt zo'n liedje over eerlijkheid, hè? Ja. En nu hebben we een paar liedjes over hypocrisie eigenlijk. Zo, ja, dat, dat komt vanzelf wel eens door. Omdat ja. ik vooral... ja, maar zet je daar bewust mee als je die plaat aan het voorbereiden zit? Nee, nee, nee. nee. Het, het was stapje per stapje. Je schrijft nog altijd thuis aan je piano. En ik schrijf, ja, en ik was eigenlijk geëvolueerd naar heel veel op de laptop. Ja. Het gemak daarvan was dat ik alle partijen al kon doorsturen aan de muzikanten. Maar het nadeel was dat ik geen, geen enkele kans gaf om creatief te zijn. En dat is op, naar het einde van deze opnames dan weer geëvolueerd tot mijn grote blijdschap naar meer inspraak van de muzikanten, omdat ze het aankunnen. En het strafste voorbeeld is dat ik... Het enige nummer waar ik gewoon mee kwam en dat ik een akkoordenlijst had en dat was alles. En dat ik zelf op de piano aan het spelen was, dat was dat verlaten gebouw. Ja. En dan begon, dan begon de bassist een figuur te spelen dat ik eerst nog dacht, want ik ben bijna altijd zo van, nee, nee. <laughs> maar dat ik eerst nog dacht, oeh, dat is precies wat druk. En dan dacht ik, laten we het eerst gewoon gebeur, laten gebeuren. En dan tegen de tijd dat het erop stond, dacht ik, ja, dat uh, ik heb ik geen, geen probleem mee. En ik moet zeggen, die, die die vraag staat nog wat verder, maar we zijn er toch over bezig. Het is eigenlijk mijn favoriet nummer van de plaat. Het heeft me bij de eerste en de tweede beluistering. Oh, van veel mensen? Dacht ik, ja. uh, van uw vele kwaliteiten. Hier je weer echt in de uh, in, in hoogste categorie. Hoe lang geleden heb je deze plaat opgenomen? In de loop van afgelopen jaar, min zes maanden. Oké. Okay. Heb je al afstand tot die liedjes? Of wat ik durf zeggen, van dat dan een favoriet, dan wil ik zeggen dat het andere niet goed nee, nee, nee. Maar heb jij zelf ook favorieten? Of, of zie je al je kinderen even? <laughs> nee, nee, nee. Ja, dat is sowieso het geval. Tot ze echt we, allee, niet meer meetellen in, in het werk. Hè. Ja, ja. Ik, ik beschouw bijna op pragmatische, praktische wijze de liedjes die ik blijf spelen als de geslaagde liedjes. Oeh. En er zijn, de situaties verschillen altijd. Luistersituaties verschillen ook altijd. Ja is niet altijd het moment voor verlaten gebouwen of de image's nee. op te zetten. Maar wat ik vooral. Uh, ik kan nu nog niet zeggen dat ik de juiste afstand heb ten opzichte van de productie. Hè. Nee. Maar wat enorme blijdschap en opluchting veroorzaakt. is een paar soorten beluistering thuis in de auto. Bij iemand met een krakkemikkige installatie. Ah, ah, ah. En dat, dat gaat alleen over geluid. Dan komen toch die Voor mij is de moraal van het verhaal: muziek is eigenlijk alleen maar geluid. We kunnen ons blind staren op de muziekschriftuur of op teksten. Maar als ik terugdenk aan hoe ik wist dat er leven was na de dood van het Atheneum, ja. of tijdens de dood van het Atheneum. Ik wist dat er leven was omdat Twist Child door de luidsprekers kwam. Oh ja, en dat was niet omdat ik begreep de Beatles, dat, dat hoe de iemand zingt over waren. een vrouw, dat ze met, met van alles wat Ho, ze heeft. Hoe de Beatles goede vrienden waren. Ja, ja. Oh, is... Dus die hebben mij iets aangereikt. En dan denk ik ook wel aan, aan die hit, die, die. Het nummer zelf zegt mij niet zoveel, maar de titel is natuurlijk speciaal Toen Naar de DJs My Life. Mm -hmm. En daar. Iedereen heeft zijn eigen typiciteit erin. Guy Mortier zal altijd over Elvis beginnen. Ja. Ik zal altijd over de Beatles beginnen. En ander begint over Nirvana. Dat gaat gewoon over het kruispunt van je leeftijd. Met het moment waarop... Ja, ja, een ja, muziek tuurlijk. die voor jou belang heeft op dat moment. Alles betekent Ik maar. heb het er maar laatst met over gehad. Dat heeft ook, ook met Bonsalvis te maken. Want we hadden allemaal geen, geen pick-up. We hadden geen platen. In het begin je van bleef onze leeftijd. daar liefde. hangen. Ah, ja. Wij bleven... Ja, ja. Wachten in de bobsleutel tot ze nog een keer O'Carroll speelde van de Sedaka. Want dan het jullie hoofd. Omdat dat door die luidsprekers <laughs> helemaal anders kozen als je dan een keer op de radio. Ah ja, dat is ook straf. Ja. En G had dat gevoel ook. Hij zei ook, waar was je op thuis? Ik kon dat zelfs niet vragen. We willen we een pick-up kopen? Maar mm, wel bij bij zat er dan beter in één. Hè. Het was lang pick-up tijd. En mijn vader was een Het was lang chanson ook. Mijn vader was een muzikant. Ja, Ja, maar of het echt aan hem lag, dat weet ik niet. Het was lang chanson en dan inderdaad, mijn vader was een apart verhaal met die Zuid-Amerikaanse muziek. Maar als je dus voelt, dit zijn wel mijn favorieten, dit zijn de beste. Die... Ah, ik vind de suite heel belangrijk, hè? maar dat maakt ja, me ja. gelukkig. Ja. Dat, uh, dat, uh, ik vind het leuk dat het er een LP is, want ik vind CD's per definitie te lang. Uh, ja. Zo'n reeks, reeks van vijf, zes nummers en dat het dan stopt, dat vind ik picobello. En deze twee reeksen te. Ik heb dat altijd gehad. Wat moet er naar een nummer komen? Welk nummer moet er naar het vorige ja, komen? Ja. Ik vind dat. Uh, dat houdt me wel bezig. Ik weet dat ik heel lang geleden een keer tegen mij heb gezegd. Ik denk dat dat voor de plaat nooit meer drinken is. Dat je bestudeerd had bij Bos Kax, Hoe dat die plaat ineens zat. Zijn bekendste plaat. Ja, 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 ja. Shuffle, daarvan, Nu een snelle, nu een trage. Ja, iets in die zin. Twee, zin maar struisje, die ook, hè? Te, Ah ja, maar Dat, maar dat, dan, dan dat wat, ja, dat, dan ben ik blij dat dat. Dan hoor ik ja, het klopt. De algemene aanvraag eindigt in Lamineur en daarna in do begint die verloren. Ja. Dat, daar heb ik enorm veel deugd van. En in die zin heb ik geen uh, minnen en plussen qua, qua favoritisme. Op het eerste gehoor, tweede gehoor ook, mijn favoriet verlaten gebouw. En, en ook de reprise, die ik interessant vind: van waarom staat hij erop? Dat is altijd iets wat ik me afgevraagd heb. Ah, de dat is, uh, maar wat betekent dat? nummer? Leg het eens dus uit aan idioten. Ah ja, ik ben blij. De beste dat er fans, is... sympathiek bedoeld. <laughs> beste idioten, ter alle, alle, verzameld. Hm. is alle, met alle, 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 macht, alle, idioten aan de, macht. de mijn, het typische verhaal van de generatie van voor mij is dat er drie mannen waren, drie Nederlandse mannen, die Nederland ontvlucht zijn omdat na de Tweede Wereldoorlog, kort na de Tweede Wereldoorlog, werden ze opgeroepen om in Indonesië politie te gaan spelen of militair. Er waren veel mannen die daar, die daar echt geen trek in hadden en de drie mannen waar mijn vader tussen zat, die zijn gevlucht naar België. Die drie mannen hadden allemaal een vrouw, waar mijn moeder dan tussen zat. En ook mijn tante, de zus van mijn moeder. Dat zijn drie koppels die een groep vormen die niet... Het is iets pathetisch om te zeggen die onlosmakelijk met elkaar verbonden waren, maar de band is altijd gebleven. Uh -huh. Het rare is dat mijn vader is vervangen in die entente uh -huh. door mijn stiefvader. Maar dat mocht de pret niet drukken, die <laughs> de, de wederzijdse uh, gehechtheid bleef. En ik heb dat natuurlijk weer helemaal niet bewust ervaren, maar ik, ik was kind aan huis, uiteraard thuis, maar ook bij de andere twee. Ja, zo ja. voelde dat. En de kinderen van de anderen waren ook kind aan huis, bij ja, ons. Zo ja. dus we werkte dat. Dan maakte dat toen mijn. Vader of moeder of stiefvader stierven, dat ik dan meer zag in het licht van. Het is nu eenmaal zo. Maar dat toen de laatste van die zes personen, die ik toch hopelijk min of meer duidelijk beschreven heb. toen de laatste van die zes personen stierf, toen had ik het gevoel. Pff, ik je... het dak is van het huis af. Ja. Een stuk van uw geschiedenis die plotseling Ja, dat is. Weg en, en dat klopt natuurlijk ook in anekdotische zin, want dat kan je ook niet meer vragen van. Nee, nee. Wat, hoe is dat, dat eigenlijk ja, ja. dan? Ja. En dan het cliché verhaal van... ...ik had toch meer moeten vragen. Je had die niet vroeger kunnen schrijven. Die nee, op... nee, nee, nee. Dat, dat, dat voel je wel. Dat, dat het dan in, begint omhoog te kruipen... ...maar dat, dat je beter wacht... ...tot het vanzelf komt. Ja. Maar... En dan is het zo... ...teksten schrijven. Dat was... Nee. Ik denk dat ik... ...wat dat betreft mijn een moment wel goed kies. Dat ik niet begin te schrijven... Om dan te ontdekken dat het voor geen meter loopt. Dus ik was echt wel gisteren tot, nee, beeld van ik, zon. tot ik redelijk veel kan schrijven. En dan uiteindelijk was ik gehecht aan heel veel tekstlijnen. Ja. Maar omdat ik respect heb voor spanningsboven van iets, merkte ik dat wat ik zo graag nog wou zeggen, namelijk de oudjes te oud, dat was er te veel aan, aan de originele bedoelingen. Dan zeg oh, je wel, Godverdomme. Nou, maar is, is dat een uitzondering of, of heb je zoveel liedjes geschreven? Met te veel. Nee, maar je eigen informatie, mijn eigen geschiedenis in je hoofd. Ik heb nu één voorbeeld gegeven van het oude gebouw, van hè? lege ja, ja. gebouw en de historiek daarachter. Ja, ja. Is dat een techniek die je bij anderen soms ook veel gebruikte? Van ergens te gaan delven in uw verleden. Er moet wel iets opkomen van. Uh... In de meeste gevallen moet er iets opkomen. Van ja, iets wat me bezighoudt. Ja, maar ja, maar ja, daarom niet familie dat, dat, Maar ofzo. dat is proza. Maar nooit meer drinken. Komt dat in een periode dat je te veel gedronken hebt? Nee, dat was een beetje een parodie op, op, uh, op het imago van, van Jeff van Uitzel. <laughs> en, en van Roland. Ja. En plus dat ik zelf ook wel eens te veel gedronken had. Uw vorige antwoord is heel bevredigend, omdat... Ik ten eerste dat natuurlijk niet wist, maar ten tweede dat dat ook een... Fijne manier is, denk ik, om verhalen te vertellen van, van wel een basis van echtheid, maar daar dan uw ding mee te doen. Je zegt niet gewoon, hè, mijn vader en mijn moeder. En dat... Nee, 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 maar het mysterie is natuurlijk dat je, zoals je gebakken bent zelf, bakt je je beelden. Ja. <laughs> en, en ik ga er absoluut niet van uit dat het als dusdanig begrepen wordt als, als datgene wat ik voor me zie. Maar de leuke mysteries van het leven bevatten onder meer dat wanneer je. Wanneer je het diep in jezelf zoekt, dat mensen dat precies wel voelen. Mm -hmm. dat, en misschien niet in de woorden, maar. Ja, maar ik denk dat je soms de woorden onderschat. Want je zei dat net eigenlijk is het vooral toon. Ja, geluid, maar. Geluid? Ja, maar ik zeg niet dat ik de woorden op zich onderschat, maar de functie. Eh... Ja, ja. Al mijn helden, hebben, zingende helden, hebben het bij mij gehaald door, door het geluid dat ze voortbrengen ja, met hun stem. Ja, ja. En één tot tien jaar later begin ik te denken, ja maar dat is toch niet slecht wat hij daar geschreven heeft. Yes, het zijn ook wel meestal Engelstaligen wat, wat voor mij een beetje een kloof schept. En als ik dan zeg dat ze ook mooie lijnen schrijven, bedoel ik ook niet dat het van a tot z allemaal schitterend is. Maar, nee, maar... ik ben al blij als er een lijn is die, die me... Die ik prachtige Dat vind ik doet. algemeen. Ze zo. weet niet wat ze doet, maar ze doet het zo verschrikkelijk goed. Oh, maar ik ben vaak content van, van fragmentjes uit. uit, uit mijn, zo, mijn... zo, ja, dat Ja, moeten geen moeilijke zinnen zijn. Nee, nee, de, nee, juist. Een suggestie is gewoon. En het publiek weet dat, denk ik. 90% van de mensen, zelfs als ze niet literaire zijn of zo horen, dit is nu eens echt mooi, gezicht. Ja. Ik, ik heb een producent gehad die de hele tijd, omdat hij altijd klog over budgetten, de hele tijd zei: het is duur, dat is een feit. Bij elke vergadering ging hij dan. Die was zo bezig. Ja, we moeten daar nog een kamer hebben. We zouden nog twee lichtpalen bij willen hebben. Nee, dat gaat niet werken. Ja, we moeten dat anders kunnen we die scène niet doen. Alleen ja, het is goed. Het is duur, dan is een feit. <laughs> dat, eh, dat is toch een kracht van uw taal. Dat dat in volk in. in... Ja, ik koester ook lijntjes die, die op zich niet super belangrijk zijn. Maar ook als, een, als, als, als... als ik zo'n tussenstof. Uh, Blijk gemaakt hebben van gelijke kansen, gelijke rechten. Het was een heel romantisch lied. Er zijn geen bazen, er zijn geen knechten. Het kinderen zijn gelijke niet. Ik vind dat dan ja. grappig. <laughs> maar niet zo van ha ha ha. Iedereen moet lachen. Maar Ik ben blij dat het eruit ziet. die niet iedereen begrijpt, denk ik. Hm? Tiramisu, Kalinka, uh, meer, meer, meer xenofobie. Ah ja, ja, ja. ja. <laughs> dat, dat, dat moet je hem ook kennen. Als je dat straks in Carré speelt, gaan ze dat allemaal begrijpen. Nee, ja, maar dat, dat is het voordeel van mijn theorie. Het, uh, dat zal er als het doppen. geluidje raakt, dan, dan moet je niet aan tekst nee, te, nee, dat Zitten samvroegen of, of uh. Oké, okay. waarom heet de plaat egoïst? Dat en is... waarom is dat nummer waarschijnlijk voor u belangrijk? Ja. En voor mij ook. <laughs> <laughs> Over de belangrijkheid denk ik nog niet zo geurig naam, maar. Uh, Dat liedje is nogal zo. Uh, dat heet dan vanzelf ontstaan. Ik had geen plan, bedoel ik. Mm -hmm. Ik denk, ik kan het zelfs niet meer traceren. Ik zat aan de piano. Ja, dat thema houdt me wel eens bezig. En ik zou op dat moment aan het thema gedacht hebben: van dat men nu egoïst noemt op het moment dat men het fijn vindt. Om je in de hoek te duwen waarin je een egoïst bent. Omdat het de anderen slecht uitkomt, wat je, wat je keuze is. Ja. Zo simpel werkt het namelijk in, wat mijn opinie betreft. Maar, het is... maar dan, dan kwam het de rest vanzelf. En ik was dan. Ik dacht, ja, nu ik toch bezig ben, uh, kwam ik ook spontaan op egoïsten, altruïsten, zeg mij waar is het onderscheid. Mm -hmm. Dat vind ik dan fijn dat ik dat dan op papier heb gezet. Daar kunnen dan die mensen hun plannen mee trekken. Maar het vertrek van een, van een gevoel intimiteit, dat is ook één woord. Jij zegt niet, Svogens, dus ik ga vandaag nog wel iets over intimiteit schrijven. Nee, nee, maar dat was echt klinkt langs zoals Hugo Klaus zou gezegd hebben. Um, ik reed na een concert met Roland in mijn Erfuriken nog naar Brugge. En hij had de melodie volledig. En dat is wat zelden gebeurt, dat eerste eerst een melodie heb. En dan, uh, om het niet te vergeten, het was aan het rijden. Er ik bij uit te braken en dat bleek intimiteit te zijn. En dan liep het allemaal vanzelf. En die intimiteit en zo. Ja, dat is. Dat uh, wordt geboren in, op papier of op ieder In, de in een kleine reeks, die vanzelf ontstaan en was intimiteit erbij en vrouwen en nog een puf. Maar uh -huh. dan even. Nou, in... egoïst was. Uh, ja, dat was, het was eigenlijk een makkie. Want ik, had, ik had niet echt een. Nee, Zet ik, je dan in de plaats van plan? iemand die je een egoïst vindt? Kijk je dan ik naar Ik ken uit mijn geschiedenis de situaties waarbij ze je egoïst noemen. En waarbij ze je alleen maar egoïst noemen omdat je een keuze hebt gemaakt die hun niet bevalt. Ja, en waar ze voorbij gaan aan de algemeen aanvaarde idee dat alle artiesten egoïst zijn, omdat je het anders Oop. niet volhoudt. En dan mijn referentie naar zuster Teresa, van ik ook. Dat is mijn waarheid en werkelijkheid. Ah, maar ja, maar ja, mensen die van alles voor andere mensen doen, dat die dat ook doen, omdat ze dat Dat is hun roeping, dat is ja. wat ze willen doen. Ja. Als je tegen moeder Theresa zegt: Je mocht geen voeten meer wassen, je moet in, ja. uh, in hotel Waldorf-Astoria gaan opdienen, dan zal ze zeggen: Nee, ik ga, ik ga je voeten wassen. En dan ja. kunnen ze ook zeggen: Zeg je ja. Ik ben nogthans iemand nodig. Ja, ik begrijp de theorie <laughs> ik, ik deel ze, maar ik denk ook. Op een moment heb je die keuze gemaakt dat je artiest moet zijn, dat je een goeie wil zijn. Dan, ja, dat dan moet je... moeten er een aantal dingen snoeien. Dat is wat ik zo koester in het boek van Rilke dat ik niet mee heb. Mm. <laughs> Waarin hij advies geeft aan een aspirant dichter. En hij zegt dat eenzaamheid van het grootste belang is. Ja, en kan je dat? De eenzaamheid opzoeken kan ik wel. Ik weet namelijk ook dat wanneer ik het beu ben, dat ik er weer uit kan stappen. Geef me kracht. Ik hoor daar veel plezier in. Ik hoor daar zelf de jonge kings een beetje in. Zo. Er is er weer... ja, ja, dat is wel da -da. terugrijpen. Da -da. de... En dan heb je anderzijds zo die zachtheid van... Uh, uh, wat wil ik nu eigenlijk vragen? Ja, wat ik zeg... Is dat zo dat je invloeden meespelen of zijn die verwerkt geworden? Ik denk dat ze voornamelijk verwerkt zijn. Omdat dat ik vaak achteraf denk... Tja, dat zal ik wel geërfd hebben van... En, en ik, dat kan niet anders. En zo zo'n riff in, maar, in, in, in geef Me Kracht... Ah, dat, ik, komt die van, van de gitarist of van u? Of? Dat ik mijn gitaar is vastpak en dat ik zeg... En nu is het genoeg geweest met die ingewikkelde nummers. Want ze zijn meestal ingewikkelder dan ze lijken. En dan dacht ik, wat is plezant voor een gitaarspeler... van eenvoudige afkomst, zoals ik dus. <lacht> <lacht> Om zo... Te, en, maar, dat, dat ik mijn hand niet breek erover. Nou, dat was dat. Ja. En dan... Bijna toevallig uh, was dat blijkbaar uh, het menu van die dag, dat ik uh, nog eens besefte dat ik zo weinig energie heb op zoveel momenten. En dat ik dan dat zegt, oh, jij, maar overdag geen energie heb. Ik heb wel twee dagen lang op een Festen. Ik heb Maar je speelt, speelt al hm? ah, ja, ja. uh, 600 nummers of wat is het? Ja, ja, maar ze zien mijn dagelijks leven niet, die mensen. Ze niet, dat uh... hoeft ook niet, hè? Nee, alweer, maar dan, ik mag er wel over schrijven. <laughs> het komt gewoon goed uit, omdat ik het herken ook bij andere mensen. Maar dus puur uh, amateuristisch, irriterend, redenerend, die invloeden zijn er, maar je, je zit er niet mee bezig. Terwijl je dat niet meer speelt, zeg je niet dat... dat Als is je jong bezig. bent, wilt je klinken zoals je helden. Ja. dan later wilt je zelf iets maken en beseft je... Toevallige momenten van dat, dat, wel zal, dat dit en dat wel zal gekomen zijn. doordat je. Uh -huh. ver, ver in het verleden dat en dat gehoord hebt. Ik heb een vraag over. Het propere lijn. Niet alleen het nummer, maar ook het gevoel. Uh -huh. uh, gaat het nummer daarover, over herbeginnen? Of gaat het ook voor een stuk over hypocrisie? Het gaat over de hypocrisie en het gaat. Uh, Voor mij bestaat het geluk eruit dat het vrolijk is gebracht. Want het, ja. ik heb ontzettend me te wachten, omdat ik zoveel walg en weerzin voel ten opzichte van, ik zal ze toch maar de media noemen. En ik hoor wel de reactie, ja, de media hebben het weer gedaan. En dan bedoel ik natuurlijk een selectie uit de media. De selectie die te makkelijk scoort met... Met ongenuanceerde... Je hebt dat altijd uh, aangeraakt. Hè? Ja, of, ik geloof je niet. In, in, uh, ja, maar ik vind, het, ik, ik vind het een verschrikkelijke hoogte en die, een dieptepunt te bereiken. Het is zo erg geworden dat ik, dat ik alles probeer, probeer uit te, te sluiten. Maar dat kan en, niet. Ik, iemand steekt dat altijd onder hun neus. Hè? Maar ik hoor het liever zeggen door iemand. Ja, maar ik, heb, ik maak ook dikwijls iets waar negatieve kritiek op is en je probeert dat te meiden, maar plots ligt dat op u, op, legt iemand dat op je. Ah, maar kritiek? Bedoel, ik bedoel niet persoonlijk Nee, dingen, nee, niet persoonlijk. Ja, maar gewoon ja. uw werk niet bestaan, verstaan of er mee, uh, meer over doen of zo. Kwetsend. Ah ja, maar nog altijd bedoel ik dat niet. Ik bedoel gewoon dat de ik dat, je los van je? Dat, dat het tabloidgehalte ja. van, van, ja, dat is van de media, dat ik de vraag stel. Ik wil het niet weten. Ik wil het gewoon niet weten. En wat serieus is, geloof ik ook niet. En ik ben meer en meer overtuigd dat, dat, Wat je vaak hebt, is dat je alle oude rotten van welke afdeling ook, of het nu politiek is, of muziek, of, Oeh. of voetbal... Als je 30 jaar na datum langskomt, dan wordt er een tipje van de sluier opgelicht van hoe het min of meer in elkaar is. Ja, wat, ja wel, ja. Dat vind ik nog interessant. Olé, tot op zekere hoogte. Maar het is niet... Mijn grootste uh, belangrijk was de, de zaken Bart de Pauw, ja. uh, Jan Fabre, Mark Overmax. En dat is zo... Maar het heeft dat heeft zoveel lagen dat ik er niet over wil beginnen. Nee, ik. Want we, het, is, het is een podcast nee, en ze mogen maximaal ja. twee uur duren. Nee, en, nee, uh, nou, ik... Maar het is walg en weerzin. Ja. En, en wat ik van Rilke eigenlijk had moeten leren, is om het er ook helemaal niet over te hebben. Maar. Ja, dan maak je het, moest er even uit. het moest er even, nee, even uit. En dan denk ik ook, oké, okay, het is eruit en ik zal het er niet meer over hebben. Want ik ga er ook niks meer binnen laten. Dan zal er ook niks meer buiten komen. Ook. Je zingt over de heerlijkheid van het gebied. Maar ik ga toch nog iets zeggen. Ja, Sorry. Het is jouw show, man. Ja, ja maar <laughs> het ergste vind ik dat de media voor rechtbank spelen voordat de rechtbank ja. zelf zijn job kan doen. En wat ik geleerd had in het leven was dat iemand onschuldig is tot zijn schuld bewezen is. Als je gaat zeggen, ja maar dat moet veranderen, dan zal ik zeggen, oké, okay, euh, <laughs> dan nee, verandert het, want ik ga me er niet mee bemoeien. Maar voorlopig was het dus zo, je bent onschuldig tot je schuld is bewezen. En door de manier waarop de media werken, zeiden gij al met pek en veren bestreken voordat er, voordat er nog maar iets is de media... onderzocht. Bon, we gaan het over iets vrolijks hebben, namelijk. Dat het Nee. <laughs> maar dat vond ik ook straks. Uw carrière ja. hangt eraan. Of, dat vond ik heel veel te maken. Ik zei het, je zingt over de heerlijkheid van vrijgezel te zijn. Ja, is zelfs... Nu ken je al lang, dus je bent soms vrijgezel, soms niet. Ik ging niet vragen wat van de twee verkies. je? Uh, maar... maar kunt je. Eigenlijk kom ik terug bij je muziek. Zet je een goede alleen zijn. kunt je dat. Is alleen zijn. Voor de artiest in het algemeen, of voor u, simpeler dan, dan voor een gezin te moeten zorgen, of zorgen dat er brood op de plank komt, of dat de kinderen op school geraken? Het is, het is niet gedefinieerd genoeg, vind ik. De, voor het werk moet je alleen zijn, maar je moet niet altijd werken. En voor het werk heb ik wel ontdekt dat ik alleen moet zijn in mijn eigen omgeving. Want ik heb eens geprobeerd... Ik had dat gelezen over Randy Newman, dat hij elke dag thuis vertrok winkeltje naar winkeltje. iets wat een bureau lijkt of ja, is. Ja, een winkeltje. Ja, en om daar dan te werken, maar zo, luk, zo werkt het niet. Je denkt dat hij dan naar de hoeven gaat? Dat dacht ik eigenlijk ook. Oh. <laughs> maar voor hem werkt dat, maar voor mij werkte dat dus niet. Dat maakt dat ik uh, eigenlijk de living, en dat is het woord, de, mijn leefruimte voor mezelf, opeis. Niet non-stop, maar... Ook In periodes dat ik wil werken, is het wel handig als ik dan alleen ben. Dat is al... eigenlijk nodig. Ik heb dat niet aangeteld ook. Maar week. die vrijgezel, uh, ja. uh, ik mis je stem daar, dat is ook een parodie op uh, Jan en Alleman. De, ofwel mensen, zijn mensen samenwonend en dan hoor je een van de twee klagen over ja. wat een muziek dat allemaal is. Ofwel woont iemand alleen en die klaagt over de eenzaamheid. En dan dacht ik, uh, oh ja, ik zal dat eens uh, op mijn manier samenvatten. John Bryan heeft zo'n so, liedje: you. you can't live together and you can't live alone. Wat kan niet zonder, kan niet met, staat ja. En Paul Simon zingt: Can somebody explain me please why a man and a woman cannot live together in peace. Ja, er zijn er veel gemaakt eigenlijk. Om terug bij u te komen, heeft dat op uw werk invloed die periodes dat je in relatie zit... of de periodes dat je alleen bent? Zou een wetenschapper dat kunnen vinden die uw muziek en uw songs onderzoekt? Uh, ik weet, omdat je dat zegt, weet ik wel, dat kwam uit de boekenwereld denk ik, maar het heeft niet zoveel belang. Om over het leven te kunnen schrijven moet je wel leven. Ja. En dat zie ik ook als groot nadeel van succes. Ik denk nu aan, aan, aan rock succes, maar het zal wel algemener zijn dan dat. Als succes je opslokt in een, in een straming van uh, je successen. <laughs> Produceren, erover praten, uh, in een hotel overnachten, uh, moeten gaan eten, met, altijd in het werk zitten. Ja. Ik herinner me dat bij, bij Ray Davis van de Kings, dan begon hij te schrijven over hotellen en over uh, een soort uh, manier hotel? van eten. <laughs> en ik zeg niet dat daar niks goed bij was, maar je voelt hoe het zich versmalt. Hoe meer je leeft, hoe meer kansen je krijgt dat er om, over het om iets over dat leven te schrijven. Je moet natuurlijk ook niet gaan leven van, ja, ik moet zoveel mogelijk leven, want dan kan ik niet. Nee, iets, nee, maar ik begrijp het de, wel. De, de, je moet zeker dat stuk hebben van dat je. Maar ik denk een, dat van de velen, een van de miljoenen zijn die de deur uitgaan. Die weten dat wel, hè, dat ik dat goed is. Koop. Die doen dat wel. Mick Jagger of Bob Dylan die gaan wel eens wandelen, anoniem of een koffie drinken. Om, om, om niet zo te moeten leven dat je knipt en je krijgt een koffie. Ja, ja, maar ja, dat je ja, in de rij ja. moet staan ja. bij de McDonald's of bij de. Ja, Brugge. en dan heb je het relatief veel gemakkelijker in status. Of moet er bekend zijn? is. Ik gooi bij het Berlijn van de stad Brugge en het is ook niet meer. Solidariteit, dat is een van de liedjes waar ik niet zo goed weg weet op dit moment. Misschien ligt ze dan in de dreun of dat ritme. Uh, ik heb dat bij Bardo en de Grote ook. Ik ben daar een hele grote fan van, maar ik kan niet uitstaan land van Maas en Waal ah, ja. en Tante Julia. Ja. Kort, bij u is het niet zo echt, maar ik zeg, dat zijn nummers die mij direct... Dus je moet mij helpen daarin te komen. Wel, uh, te beginnen hou ik wel, van dat, hou ik wel van dat type muziek. Het is Slavisch. Ja. Ik heb hier genoemd. niet. Peter, achter je muziek heb ik geschreven. Ah, ja, ik heb, <laughs> en ik heb niet de illusie dat iedereen gaat begrijpen waar ik het over heb, want het gaat over de sympathieën. Uh, het start bij de sympathieën van mijn ouderlijk milieu. Het jaren 50, vijftig, begin jaren 60 naar het communisme. Ja. Gevolgd door de enorme desillusie en, en de enige die het vlug zag was geraakt even, maar er werd hem niet een dank afgenomen natuurlijk. Nee. De ja, er was Stalin en de liquidatie. En dat, dat kwam ja. mij allemaal ter horen. En ik had alle tijd. We ik had het over die Slavische dreun. Zo. Ja, ik noem dat geen dreun. Hè. Het is, uh, ja, het dreun is, wat, is geen goed woord. Nee. Uh, het is uh, een type muziek. Ik hou van Slavische muziek. Het is. Uh, het zijn al die mineur, Het is. Het is, dat, het is dat pakt allemaal in elkaar. Ik wil niet, niet dat het een is. Ik wil niet dat de Kastasjokis of zo. Nee, nee, maar het is zigeunermuziek, Slavische muziek. Het... Klesmer. Ja? Dat, dat, zit, dat is één dat grote familie, in mijn oren. Daarom maar... ben ik ook fan van Bregovic. Omdat ja, maar... hij uh, dat, dat op een fantastische manier brengt. Ja, daar is een overdaad in die ik ook wel graag heb. Ja. Ah ja, ja, maar ik heb er zeker geen... We, we zitten niet op dezelfde golflengte wat dat betreft. Ik ken dat ook niet zo goed. Daarom... Wat? Ja. Die Kalinka, Kalinka, wat is dat? De koorzong daarvoor, vroeger. Ja, ja, het was een volkslied. Het, het, betekent, het, het betekent trouwens. Het, het, het gaat over een Hollandse bloem, hè? Ik heb het even opgezocht. Ah. Ik weet niet meer welke bloem. Maar ja. dat is ook wel straf, de, dat het Russisch Rode Leger over een Hollandse bloem aan het zingen is. Of enfin, waarschijnlijk een vrouw die die bloem euh, <laughs> oproept. Dicht tegen je aan. is voor mij een speciale song. Omdat je het begint bijna parlando. Allee, het is, en dan gaat ze zwaar zweltzen. Ja. Versnelling hoger bijna. Onderweg komt er zo'n zinlijke strompel in je hersenpan. Dat is zijn favoriete lijnen. Het is tegelijk een somber en een vrolijk lied. Dat is heel raar. Dat bestaat het, niet tikkels. Het is disco, moet ik erkennen? Somber en disco. En ik wou eigenlijk. Een disco voor een disco waar de elektriciteit is uitgevallen. Ik, ik, ik wou eigenlijk een ballade schrijven. Maar ik zat aan de piano en het was de tekst wel. En dan de troost van dicht tegen je aan, dan vergeet ik al de miserie. Maar mijn linkerhand begon een disco-type muziek te spelen. En ik dacht, wie ben ik om mijn linkerhand tegen te spreken? Ik okay. was zelfs verbaasd dat het geen ballade meer was. Dus ja, is... dan heb ik me laten lopen. En dan zei ik tegen de muzikant, ja, het is een soort disco, jullie mogen ermee doen wat jullie willen. Maar Waarop de, de pianist zei, ha, ik heb er allemaal geluidjes thuis vanuit de discotijd. En dan kan ik dat eindelijk nog eens gebruiken. Nou ja, en die dat... was dan aan het woord. Verrassend, maar een mooie track. Ja. Dat, uh... En zal live ook goed doen. Ja, dat was plezant om te doen, de laatste weken. Stem en schouders. Ik kan helemaal zeggen dat ik dat recht in de roos vind, dat, ik dat heel mooi vind, en dat ik dat een mooie gitaarsolo solo vind. Nou, ja, van Rikske, straf Rikske. En Rikske, Rikske, Rikske. Ja, ja, maar er was een hele toffe technieker in de studio. Een kleine, bescheiden studio, want een plaat mag niet meer te veel kosten. En die, die technieker is zelf gitarist. En die kon zowel Rick als mij enorm enthousiasmeren met wat we deden. In plaats van de duimschroeven aan te draaien, had hij zoiets van. Ja, tof, tof, maar ik weet nog iets. En dan deed hij daar dingen bij waardoor we zowel Rick als ik beter werden dan we normaal zijn. En daarvoor ben ik die technieken enorm dankbaar. Dat heb je niet vaak. Dus hij, je hebt vaak technieken. Ja, ik weet niet. En, ja, dan weet ik het ook niet meer hoor. Ik heb de tekst hier niet bij me, maar mijn stem en schouders. Wat vertel je daarin? De. Uiteraard, de. De tegenstrijdigheid van koket uh, te doen, van ah, ik ben zo content dat ik alleen ben. Om dan na vijf minuten vast te stellen: ik mis je stem, ja. ik mis je schouders. Die schouders vind ik ook mooi. Ook met die schouders op. Nee, maar voor de rest, ja, nee, <laughs> voor de rest zeg... van het lichaam te symboliseren zo. Ah ja, ja, ja. dat je niet zegt: ik mis je stem, ik mis je lijf. Maar ja. Dat met je schouders begint. Een nummer waar ik nog graag over wil spreken is. We zijn eigenlijk terug bij Blake Alena. Ik vind dat je altijd, ook door je liefde voor Grand Parsons, een mooie relatie met country hebt gehad. Zo niet uh, country als zijn het Vlaamse chanson, maar dan in het Engels. Alleen Vlaamse slager, Dat is ook een soort country. Ja, ja, dat is. Uh, ja, uh, dat soort speciaal aan Vond ik pas heel laat dat er eigenlijk een country van was. Ook. Ja, en dat, uh, maar goed. Uh, nee, nee. Je, Daardoor was ik zo verblijd op deze plaat met die lieve Loren. Omdat als ik bleek alleen naar hun lijf of op, op, op een plaat, dat doet mij altijd iets. Er nee. is iets dat mij nostalgie naar die tijd, het, het onschuldigheid van jaar, of zeggen... Ik had je zo graag eens gevoeld. Ah, ja, 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 dat ja, 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 ja. je spreekt van iets anders dan voelen. Dus hier heb ik ook iets met die rieten uh, ja. Dat maakt me ook wel een week. Allee, het, is, het is ook de countrydance-achtige. Ja, volk eigenlijk. Hè? Volk het en... is de, uh, ik beschouw het als Ierse volk. Maar, maar dat niet dat ik dat wel ook... wil doen. Maar ik had een plaspauze. Dat was <laughs> zo vaak, s'nachts. En, en bij dat verplicht wakker worden of het loopt fout. Bij de verplicht wakker worden hoorde ik de melodie. En dan was het weer de vraag: wat ga ik daarmee doen met de melodie? En dan had ik eerst een tekst over, uh, andermaal over, dat je in beweging moet blijven. Dat gold voor drie generaties, die tekst. Maar dat vond ik te, te academisch, te afstandelijk, te grappig. Ja. En dan dacht ik: ga maar, moet toch maar. Als ik iets vind waar ik weer laat voelen wat de zij, wat de vrouw voor mij betekent, dan ga ik toch wel contenter zijn. En dan kwam dat los, die lieve Lore. En ik ben dan ook content dat ik daarin kan beschrijven dat ik eigenlijk een, in het dagelijks leven, niet tijdens de feesten, een zoutzak ben die gereanimeerd moet worden en dat de vrouw dat toch altijd maar weer presteert om... Net zoals de VTM, kleur in je leven te brengen. Oké. Okay. Of je uh, dag te kleuren. Er bestond een Lena, bestaat er ook nog door? Er bestaat ook al door, ja. Maar ik ben zo... voel me zo beschadigd door uh, het mediawerk <laughs> dat ik uh, begin te schipperen met de absolute werkelijkheid. Allee, okay. Ik bedoel, uh, ik noem, ik noem geen namen meer. Okay. Dank ik hoorde op de radio je nieuwe single, maar single, dat is voor mij een, een huh. zwart object met een gat in. Ja, ja, ja. Met, met een B-kant, dat die, die is mij ook enorm geïnteresseerd. Ja. Uw uh, LP bestaat, uw CD bestaat, maar die formats, doet u daar iets? zet je boven nostalgisch, vind je daar Ik ben zeker als Allee, ik speel ik er niet in, maar ik, ik, uh, ik koester het misschien meer en meer. De, het idee van de binnenhoes uit de buitenhoes voilà. te halen, en en de, de plaat uit en de binnenhoes te de teksten die te halen. daar soms in zaten. Ja, ja, niet, en, niet de songteksten, maar een essay of zo. Dat, ja, dat ja, iemand er, iets komt, schrijft, Daar hoeft er veel kanten mee op. En, en de oppervlakte. Alleen in mijn geval is er nu een tekening van Meulen. Die grafisch beter rendeert. Ja, die. die dat is een van de geluksgevoelens ten opzichte van de LP. Ook CD nog hoor. Dus ten opzichte van het product. Dat uh, buiten het geluid, waar ik echt content mee ben, dat het ook uh, iets voor het oog is. Ja. En daar ben ik even, uh, even enorm dankbaar voor. Want ik denk dat dat ook, <laughs> dat denk ik botweg commercieel, ik denk dat dat een, uh, een aandachttrekker van belang is. Maar het feit dat ik. Van 50 jaar geleden, die vier hoezen, me herinneren die bij u op de schouw stonden. Zeg ook iets over de kracht van zo'n plaat. Die dan ook voor u iets betekent, en misschien vandaag nog. Ik, ik vind uh, Flying dat is nog altijd heel goed. voordat vond dat niet goed ja. opgenomen, die klinkt slecht. Ja. Op CD. Ja. Maar, maar die LP. Misschien werkt het omgekeerd ook. want Ik vind Rubber Soul, als ik, als ik het ernstig moet bekijken, vind ik die Rubber Soul-foto eigenlijk niet zo mooi. Die, ver, die, die vervormde foto. Ik vind het ook van niet kunst. De volver is beter. Want... Ah ja, ja. Die, die vind ik zeer fraai. Ja. Maar ik, kan... ik weet natuurlijk wel dat, dat uh, hoe is wat ze is. En ik ga natuurlijk niet zeggen: ik ga die plaat niet draaien, want ik vind die foto niet. Nee, nee nee, maar het object, daar wil ik het eigenlijk om het gevoel van. Ik heb veel geleerd door binnenkanten van hoe ze te lezen. Wie, wie welk Volk. nummer heeft geschreven, waarom ah, ja, ja, ja. uh, dat terugkomt, of, of dat je denkt dat het nummer. Ik weet gaat... dan ook welke de strafste zijn. Dat het nummer is... van Elvi dat er drie Italiaanse namen staan, wat je ja. dan gaat denken. Ja, 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 ja. ja dat is eigenlijk ja. een Italiaans nummer. Ja. Ik zie liever de credits dan teksten, normaal gezien. Bij ja, de je en die nummers zijn de uitzonderingen voorlopig. Goede artiesten kiezen wel zonder iemand interessant om iets te schrijven. Daarin. Raymond, heb ik nog iets vergeten te vragen? Nee, ik dacht dat we gewoon water gingen denken. Laatste vraag. Tegelijkertijd een 70er en een rock'n'roller zijn. Hoe voelt het aan die combinatie? Want iedereen begint toch als 16-jarige in een rock'n'roller te zijn. Ja, ja, ja. De vanzelfsprekendheid stelt me gerust. En ik heb het al een paar keer over energie gehad. En ik heb al moeten uitleggen dat de Gentse Feesten. niks te maken hebben met hoe ik erbij loop op uh, maandag en dinsdag en woensdag. Maar. Uh, hoewel ik ook impact heb. en niet ontevreden ben met uh, alleen optreden. is mijn romantisch beeld van optreden toch geassocieerd met een drumstel, een drumstel en iemand met een elektrische bas. De rest is al meer uh, versiering. <laughs> en ik zelf natuurlijk op gitaar of piano, dat, dat is een normale. En, en daar speelt de leeftijd geen rol. Al, al de rest die je erbij zou opnoemen, dan zou ik het verschil wel weten. En als je zelf oude rockers ziet, wat denk je dan? Ik zie ze niet. Ah. Ik bedoel... <laughs> ik... Uh, nee. Het enige wat ik wou zien... Dat weet je wel, dat was Prince. Uh, ja, en dat dan, gaat niet gebeuren. En die, die uh, had dan pech. Volgens mij... Weg. Maar ik heb Sivone wel gezien. Steve Miller? Ja, in dit gebouw. Hier, ja. Vier, vijf jaar geleden. En dat was omdat ik het altijd wel leuk vond... En ik dacht, ja, hij is hier nu, kan ik ga een kijken. En ik had ook op uh, Jules gezien hoe hij een leuke manier van begeleiding had. Een man die de stemmen, ja. de stemmenwerk deed. Ah ja, dat en voor de rest, big old <laughs> rare dansjes de deed. En dan dacht ik, dat is een keer wat anders. En dat heb je dan mogen meemaken live. Toen hij hierop kwam de vorige laatste keer, keek ik hem zo schrond en zegt naast nice club. Ah ja, ja, ja. <laughs> ik heb geen vragen meer. Voilà, Dank je wel, Dankjewel. je wel. Ik heb zeker bedankt. Ja. Well, used to be my <laughs>